Coalitiepartijen CDA, D66, VVD en PVDA hebben het coalitieakkoord voor Berkelland gepresenteerd. De partijen behaalden gezamenlijk 17 van de 27 zetels en zien als belangrijkste doel om het vertrouwen van de inwoner terug te winnen. Het nieuwe college heeft tot taak om zijn oor meer te luisteren te leggen bij de raad, maar ook bij de samenleving. Dat is heel duidelijk de lijn. Ik heb het als een heel positief proces ervaren. Het nieuwe college wil geen toestemming geven voor nieuwe zonneparken en windmolens mogen alleen worden geplaatst als er duidelijke normen worden gehanteerd. De nieuwe D66-wethouder ziet de energietransitie als een grote opgave. Ik heb niet de intentie dat we over 4 jaar klaar zijn met het hele energietransitieprobleem. Want ik bedoel, als je al doelstellingen hebt tot 2030 en 2050, ja, dan heb ik niet de indruk dat ik in 2026 al kan zeggen van wij zijn hier klaar in. Nee, zeker niet. Dat hij in het college stapt, was voor Van der Noord wel een flinke stap na het wegvallen van Han Boer als gedroomde kandidaat van D66. Een hele afweging om te zeggen, ja, wat gaan we nou doen? Ja. Ja. Maar ja, op het moment dat je A zegt, moet je ook B doen. En ik vind dat als je je inzet voor je gemeenschap en je bent daar raadslid voor geworden. Ja, en door omstandigheden word je in één keer zo gevraagd met een toch wel wat... Ja, een manier waarop van, ja joh, zeg nu gewoon ja. Dan op een gegeven moment houdt het gewoon op en dan doe je het. Ja. Maar ja, dan kom je wel in een rollercoaster. De partijen willen samenwerken aan een raadsagenda. Formateur Banning hamert vooral op het belang van contact met inwoners. Je bestuurt niet alleen maar vanuit de collegekamer. Je bestuurt niet alleen maar vanuit de raadzaal of uit de fractiekamer. Je moet ook de helft van je tijd buiten de muren van dit huis doorbrengen. En dat is belangrijk.